Goedemorgen, Sam. Wat ben je aan het doen? Ik ben allemaal plankjes op een stokje aan het slaan. Op een stokje op een plankje. Waarom is dat? Nou, dit is een voor de IBSA, hè. Voor? Uitsparingen voor in de fundering, voor in de werkvloer. Oké. Okay. En die jongens gaan straks de werkvloer storten. Dus dan hebben ze ze nodig. Dus die komen ze zo halen? Nee, ik ga nou, schuur. Met de kaats? Met de kaats, ja. Alleen met de constructie. Dus dit moet je even vlug wegbrengen? Ja. Zijn er wel wat? Ja, 25. Uitsparingen voor in de betonvloer. Roestvrij stalen is goed. Echt, spin dit. Echt zo'n paal, weet je wel. Pakken wat je voor je handen kunt. Wat ook. Haal ons eruit. Roestvrij stalen. Dat is heel leuk. Roestvrij stalen. Wel capuchon op. Ja, je capuchon eventjes op, zeg. Doe het eens op. En dicht, hè? Hij gaat strippen. Sam, wegwezen. Sam, wegwezen. Hey, lijkt het nou de slot wel? Hey, ik wist niet dat jullie kasteel in weer staan hadden. We hebben hier al een geheime gracht. Een slotgracht. Een geheime gang, hè? Giel. Ik zie je jaloers kijken, Sam. Doe jij eventjes je dingetje. Sam, die gaat ook een pakje aantrekken, hoor. Nee, hoor. Sam gaat koffie zetten. Ga je er vandoor? Ja, ik heb nog niet geschat. Oh ja, wat ga je vandoor? Ik ga neem die balk straks mee en dan ga ik de spand maken. Dan ga je koffie in de werkplaats. Ja, eerst even koffie drinken. Wou zeggen. Hebben we toch recht op? Schaften. Ik heb ook nog niet geschaft, hoor. Maar dan vol beton. Breakthrough. Misschien kun jij alvast die foto. Helemaal en dan die watje. Op school, hè? Ja. De tamen doen. Is Paul nou ook bezig? Nee. Paul is er niet. Ja, nou ik laat iets maar open. Het gaat goed, Sam. Nou? Ja, de koffie staat aan. De koffie staat. Die jongens die doen hartstikke goed, hè. De koffie staat aan. Alleen de klok staat stil, hè. Staat ook tijdje. Ja, jammer. Oh, dat is mooi.
Kijk de dik. En de zwaarste hebben we er al om doorgetrokken. En, hier, en daar komen de palen in die daar... Ja, die heeft Simon me gesteld al. En daar... Mooi betonnen werkvloer. De piramide waar de paal in moet komen. Ik heb in een verzegelde envelop gegeven naar een school of komt helemaal goed. Wat stond erin? Goedemorgen. Hey Tom. Hey Ed. De bekisting. Wanneer komen ze storten? Hopelijk donderdag. Weet nog niet. Ze maken het inderdaad zwaar. Gebeuren? Ik ga 100.000 kilo beton in vrijdag. Nee. 100.000 kilo. Beton? Speciale beton. Hele speciale. Waarom is dat? Die centrale heeft dat nog nooit gemixt. Nou, het is zelfverdichtende beton. Speciaal voor onderstortingen. Dus zo zie je al die kassen. Maar ook omdat er allemaal balken helemaal onder het huis doorlopen. Dus, en het is een hele extreem sterke kwaliteit en dat krijg je anders nooit eronder. En het is ook een beetje dunner dan anders. Ja, het vloeit veel makkelijker. Ja. En dan heb je uitsparingen, zie ik. Kassen. Ja. Een soort kassen. Bijna de helft van de muren weer weggehakt. Dus, het engste is eigenlijk als die beton er net in zit. Dus dan heb je eigenlijk 1000 kilo per strekkende meter wat ja, draagt, deels op het maaiveld natuurlijk. En deels... op de oude fundering, terwijl die oude fundering natuurlijk al slecht is. En als dat na een paar dagen het hart vrij snel uit, dan, dan vormt het een krans, dus dan is het niet zo gevaarlijk meer. Maar die eerste dagen, als het nog wat stabiel is... En dan gaan de palen erin? Maar dan moet het, kijk, die beton moet 28 dagen uitharden. Ja, en dan mag er geheid worden ongeveer. En als die palen erin zijn, dan zie ik van die houten piramidetjes erin staan. Ja. Halen jullie die er eerst uit? Die slopen eruit, ja. Die bekisting gaat eruit? Ja, je kan want anders heb je te veel de ruimte natuurlijk als het voor rot. Dat rot weg natuurlijk, ja. En dat mag niet. Nee.
Hoe krijg je dat eruit, man? Nou, dat rot heel gauw, hoor. Dat is, als het na die 28 dagen is dat zo slap, dan haal je dat er zo uit. Oh, je trekt het er zo uit? Ja. Nou, niet omhoog. Een stuk maken. Ja. Ja. Oké. Okay. En dan gaat de bal erin. Deze piramidetjes. De meeste in ieder geval hierachter, dan naar die. Steenmeel ook nog, omdat het echt moet groeien. Steenmeel? Steenmeel. Ja, echt waar, zo heet dat. Je zou bijna gaan eten. Het lijkt wel een recept met de kombut. En dan kunnen ze zo de paal erin prikken. Ja, Sander, zullen we het anders? Doe een kozijntje timmeren. Of een slot erin te haken. Hey Giel, gaat het goed? Je hebt het te druk mee zo te zien. Wat ben jij eigenlijk aan het doen daar? Hey. Hey, wie zit daar nou? Hey! Oh, het is de kont van de kampioen. Ik word er lekker in betonnetje. Kijk, wat makkelijk. En het schuift zo door. Hey. Een keizergrip op je. Jeetje Giel, wat heb je nou een kop gekregen? Mooi, we halen ze nog steeds filmen. Nog steeds goed uit. Ja, dat moet ook. Wat voor een dorrie. Door jouw ballen gehakt. Ja, nog steeds. Heb jij heel veel verstand van beton?
Ja, ik heb gehoord dat die meneer dat heeft. Nou, laat ze, ik doe mijn best. U hebt dat papi bedacht. Ja, maar ja. Hij wil kijken hoe het er nog uitkomt ook. Ja, u komt het Theo ook even controleren of het goed gaat. Kom even kijken hoe het even loopt, zeg maar. Hij staat wel te filmen, hè? Maar heb u dat papi dan gewoon maar zeg maar eerst gemengd en dan kijken van of weet u dat uit ervaring? Ja, er komt een klein beetje ervaring bij kijken. Ervaring en computer, hè? Ja, want u gaat het niet in een emmertje mixen. Nee, maar wel als de mixer klaar is, raad die terrein op en dan in dit geval, nee, maar we maken dan in dit geval gewoon 2-3 kuub. Gaan we even kijken, is het goed? Ziet het goed uit? Of moet ik er nog wat aan bijsturen? Om... Ja, precies. En de rest heb je uit uw... Niet op laboratorium schaal, dat geeft het betekent veel. Precies. Ja, maar je weet wel... De praktijk is meestal anders. Weerbarstiger noemen ze dat geloof. Ja, weet je, hoe nat is... Gaat hij weg? Dat meen je niet. Oh, dat is Sam, die gaat weg. Normaal doet hij nooit. Ja, precies. En u bent tevreden? Ik ben shit tevreden, ja. Wie zie jij ook? Ik ook hoor. Ik ben achter Klaas. Ja, ja. Ja, als Wietse zegt dat hij niet tevreden is. Ja, dan, ja precies. Dan weet je wel wat er gebeurt. Dan, ja. En ik sta daar weer achter. En u staat daar weer achter. Maar eigenlijk gaat... Dan heb je een soort met van Polonaise. Ja. Maar eigenlijk moet je gewoon aan de uitvoerder vragen of hij tevreden is. En wie is dat? Nou, die aan de bank staat. De Gypsy King. Ik heb echt een uitvoerder. Nou, hij staat zijn handen staat hij, in zijn zakken, dus dat gaat wel goed, denk ik. Staat in de goede houding. Hij staat in de goede houding. Ja, wat een volzak, hè. Ik kom er niet terug. Ja, gaan we terug. Oké, dan gaan we die kant op. Dan gaan we zo dat langs. Dan gaan we hem nog even naar binnen. Daar nog even naar binnen. Voor die perspalen dit. Ja. Dat gaat niet in de grond. Anders kun je het niet meer zien. Dat mag ook. Ja, we hebben eigenlijk nog een beetje betoogd. Gaat het goed achter je? Bart, moet hier nog een beetje bij of niet? Ja. Heel klein. Het trouwens ook nog die kant op. Ja. Ja, hoe is het mogelijk? Het komt ook nog deze kant op. Ja. Kijk maar hier, zakt je ook nog steeds. Je moet hem bijna afstermen. Ik heb niet geleerd, hè? Ja, straks moet er nog wel wat bij, ja. Ja, hier loopt ook nog wel wat in weg, denk ik. Kijk, de tapzurf is wel! De bierleiding schoonmaken!
teugels hebben straks. Goed erin nou, hè. Daar houdt hij komen. Ik heb een tent haar op. Hij heeft een kraantje bovenover. Ik was er niet op tijd weg, jongens. Hey. Maar ik was er precies op tijd weg, want daar stond ik. Even de megaklos erbij. Hi Ed. Goedemorgen, manny. Sam en Tom zijn het betere werk aan het doen, hoor. Even de gaten dichtmaken. Je verjaardag? 36. 36. En weer dat eeuwige balkje. En weer gebak, hè? Kijk. Elk jaar. Gisteren ook al. Gisteren? Gisteren heb ik niets gehad. Nee, wij ook niet. Frans, ja. Jezus. De eerste steen en de laatste in één keer. Kasten dichtmaken, opvullen. Ja, een beetje dicht kloppen. Nou, dan heb je wel wat werk, want zijn er nogal wat rondom? Ja, best wel kast. Ja, en daar moet natuurlijk ook een steentje in gemetseld worden. Ja, Bert. Je bent een mooie voegen ook gelijk. Zegt het beton niet op het beton? Nee, precies. Ongelooflijk. Hey, deze koffie, Alfons. Kijk, dat had ik. Dat was de cue. Ja, precies. Dat is de trigger. Beetje teer eraan. Heerlijk. Eet smakelijk. Hey, stoel. Nou, iets maken doen. Nou, dat is de pet. Oh, is het ziekte. Die zo. De benen vast. De pijp wordt erin geperst. Ja, dan liggen de pijpen. De waterpas op. Moet om recht te persen. Eén onder, één boven. Er zit olie. En dan heb je de aanvoer en de afvoer. Aanvoer en de toer, ja. De bolletje stekker in. Allemaal goed. Voor? Dat zijn sensors. Ja? Die gaan straks meten hoeveel druk op de paal staat. Om een waterpasje te stellen. Wat vind ik wel slim wat jullie nou doen? Een soort opzetter. Dat blijven we belassen. Ja. Thank you.
pas je hier ook. Het is niet voor opstellen. Zorg dat die plaat niet meer zak fixeren. Hij wordt gefixeerd op deze manier. Staat hij nou op? Nee, ik kan gewoon zeggen van ja, ik wil, we gaan nu van Bill. Ken dat niet? Ik vind dat niet dan. Ja hoor. En zo wordt de een naar de andere erin gepomberanst. Chaboel steunt al op de palen. Zodat de hoek goed versterkt is. Middel van die steun draagt hij nu op de palen, de fundatie. Tijdelijk is dit. De palen zitten er allemaal in.
ijs erin is gezet, ga je dan laatst een beetje erin spoten. Vandaag? Oh, dat wordt vandaag niet gedaan? Nee, vandaag. Die palen moeten eerst nog nazakken, anders krijg je een bleedinglaagje tussen. Oh, die palen moeten nazakken? Ja. En daarna ga je proberen opstorten. Daar ga je naar. Als je het in één keer, nee, je kan ze je palen zakken, dus dan krijg je zeg maar ruimte tussen, een soort van water, want er komt vocht van water omhoog. Ja. Ja, dan kan je niet helemaal omhoog en dan blijft dat hangen. Ja. Dus hij moet nagestort worden. Goed zo. Bijstorten. Oh, morgen al, als het moet. Ja, morgen dus, na morgen zakt hij niet meer. Oh, oké, na morgen zakt hij niet meer. Ja, je moet het allemaal maar weten. Ja, maar het moet eerst even gaan zitten. Ja, precies. Ik kan begrijpen het nou volledig. Je vond er een stukje theorie achter. Ja, precies. En praktijkervaring ook natuurlijk. Want je weet het uit ervaring dat het niet anders kan. Dat kan wel anders, maar. En dan neem je risico. Ja, en dat moeten we niet doen. Nee hoor. De betonneisje, hè? Ja, hoe lang is dat? Een beetje of drie? Dat moet ik vanaf. Oké. Gaat ie? Daar gaat ie. En zo gebeurt het nou. Ja. Zo. Goedemorgen, Adriaan. Oh, jij doet het wel met een bekertje. Ik ben een puntje schipper. Maar gelukkig is het mooi weer om met water te spelen. Het is nu ongeveer al 25 graden. Denk ik aan de onderkant. Ja, maar gaat er een boel in? Nummer 3. Ja.
die is goed. Nog niet vol? Ja, die is goed.